Kleding. We dragen het allemaal elke dag. En soms dan krijg je wel eens een gat in je broek of is je trui echt te klein en dan moet je een nieuwe kopen. Maar soms heb je daar gewoon het geld niet voor. Daarvoor is Dress Arnhem XL georganiseerd. Jij hebt hier de Arnhem Dress XL georganiseerd. Yes, samen met heel veel andere mensen en de hele stad. Mooi. Yes. Kun je me uitleggen wat dit project precies inhoudt? Yes, we zijn vorig jaar begonnen met kleding inzamelen. Dat was eigenlijk oorspronkelijk voor dorpen in Afrika. Heel veel mensen die willen graag kleding geven aan Afrika, maar dan geven ze het ergens aan en dan komt het eigenlijk nooit op die plek terecht. Dus we zijn het zelf gaan doen op een gegeven moment. Toen kwamen we er eigenlijk achter dat in Arnhem ook jongeren, jongvolwassenen, het ook steeds wat lastiger hebben. Qua financieel, ik denk dat corona heel veel mensen heeft aangetast. Mensen hebben minder te besteden. En wat wij doen met MDT 026 is naar elkaar omkijken. Dus in plaats van zeiken op Facebook over die en die en dit is verkeerd, dat we eigenlijk elkaar leren hoe goed het is om zelf iets te doen. Dus als je ergens iets van vindt, oké, nou ja, je kan klagen en kritiek hebben, maar je kan ook gewoon iets eraan doen. Dus dat is eigenlijk de reden dat MDT Dress Arnhem mede heeft helpen opzetten hier in Arnhem. Wat mooi. Yes. En wat maakt dit nou zo belangrijk? Ik denk een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen in de gemeenteraad die denken, waarom zijn probleemjongeren, waarom gedragen ze zich zo? Waarom hebben ze geen gevoel van verantwoordelijkheid? Waarom staan ze zo ver af van de samenleving? En ik denk dat het heel belangrijk is om te ervaren, zelfs als je kleding doneert, maar ook als je kleding krijgt, hoe goed het is om samen iets te doen voor elkaar. Het kost eigenlijk niks. Dit helemaal allemaal om ons heen, het kost niks. We hebben geen euro uitgegeven. We hebben het enige wat we gedaan hebben is, we hebben overgehaald wat mensen over hebben. Opgehaald wat de mensen over hebben. En dat geven we weer aan mensen die het nodig hebben. Hallo, ben je een beetje geslaagd hier? Ja, ik heb allemaal leuke dingen gevonden. Ik ben hartstikke blij, ja. Wat mooi. En wat is het leukste item dat je gevonden hebt? Ik denk mijn jas, want... Even laten zien. Ja, ik vond hem echt superleuk. En toen ik hem aandeed, stond hij echt ziek leuk. Dus ik ben helemaal blij. Ben je een beetje geslaagd vandaag? Ja, heel erg. Ik kom voor schoenen en ik heb iets anders. Wat mooi. Wat is je favoriete item dat je hebt gevonden? Ja, die heb ik al om. Prachtig. En het laat me denken aan hoe ooit mijn haar was. Dus het is echt geniaal. Hoe merk je dat het zo belangrijk is? Ja, je ziet het aan de mensen die erop afkomen, je ziet aan de reacties, je ziet aan de blijdschap, de dankbaarheid van de mensen wanneer ze weggaan met al die tassen. Je ziet het door de aandacht die we krijgen van de media, van andere ondernemers in de stad, de gemeente. Dus je ziet wel dat er echt belangstelling voor is en je ziet ook echt dat het belangrijk is wat we doen. Wat doen jullie met de kleren die overblijven? Wat we vorige keer hebben gedaan, we hebben het bewaard. Voor deze editie. Nu is er twijfel of we bewaren het voor de volgende editie. Stel je voor dat er een volgende editie komt. Aan de andere kant zijn er ook instanties waar we mee samenwerken, zoals opvang, dakloze opvang, Jonahuis, waar ze ook heel goed kleding kunnen gebruiken. Of asielzoekerscentrum, waar ze heel goed kleding kunnen gebruiken. Wow. Dus dat zijn we nu aan het onderzoeken. Het evenement is tot een einde gekomen. De laatste mensen die grijpen hun laatste kleren bij elkaar. En het was een geslaagde dag. Er zijn in zo'n 4 uur tijd meer dan 100 bezoekers gekomen. Die allemaal met een tevreden gevoel naar huis zijn gegaan. Ik vind het heel goed dat dit soort projecten er zijn. Omdat iedereen verdient om fijne, warme kleren te kunnen dragen. Tot de volgende keer!